Het nieuws uit uw regio. Waarvoor zijn we hier vandaag? Nou, vanwege het feit dat we vandaag voor het eerst onze nieuwe wisselexpositie openen. Met de naam Boxtel viert jong talent. En dat jonge talent dat slaat op de 13 basisscholen in Boxtel. Die hebben onder leiding van een professionele kunstenaar allemaal kunstwerken gemaakt die hier nu worden tentoongesteld. En dat is allemaal in het kader van 10 jaar MUBO. En in de agenda van samen opstap in cultureel Boxtel vanwege ons 10-jarig jubileum. We staan hier nou voor een prachtig object. Een van de mooiste objecten vind ik zelf van deze tentoonstelling. Dat is de participatieboom. Die is door het vadercollege gemaakt van ijzer. En die mag ook roesten. Vandaar ook dat die buiten gezet is. Ook als een soort eye-catcher voor het MUBO zelf. Verroest. Verroest, hè? Ja. Dat vinden we mooi. En we hopen ook dat we hem na afloop van de expositie ook mogen blijven houden hier. Maar dat hangt af van de directeur van het vadercollege natuurlijk. Want die moet eigenlijk, uiteindelijk is het eigendom van de kinderen en van het vadercollege. Kijk hier naar iets bijzonders. Dat heeft de titel 14 meter gedicht. Dat is gemaakt door leerlingen van de Theresia School. Onder leiding van kunstenaar Nicky Bergmans. En het is 14 meter lang. En het gaat over de hele gevel van de ontvangstruimte van MUBO. Dit, hier beginnen we natuurlijk, want we lezen van links naar rechts en we eindigen bij de voordeur van MUBO. Ja, dit is de zogenaamde knuffelpaal. Dat is gemaakt door, moet ik even spieken, door de Molenwijkschool. En onder leiding van geen kunstenaar. Hier is geen kunstenaar aan te pas gekomen. Dit hebben de kinderen en de leerkrachten zelf allemaal verzonnen. Alle knuffels zijn gemaakt door schoolbreed, door de kinderen ook zelf. Ja, en die hebben dat op kippengaas vastgemaakt. En om te vermijden dat ze op dat hout komen, dus dat ze erbij komen, zijn in voetjes geplaatst. Dus ja, dat is een fantastisch. Ik vind het een fantastisch bouwwerk. Dit is het kunstwerk van de beemden. Dat klopt. Dat is wat je ziet aan die staafjes en die bolletjes. Dat is van Wouter van Niel, van een architect. En dat heeft hij samen met de kinderen ook gemaakt hier. Als een soort hut waar binnen dan die pop staat. Die pop die is gemaakt door Carlijn Hamilton. En dat stelt dus water, vuur, aarde en lucht. Nou, ik zal niet uitleggen welke kleuren bij welk element horen, maar dat kan je zelf zien. Dat hoort ook bij dit kunstwerk. En daarachter staat een monitor. En daar zijn schilderijen staan daarop van Carola Mokveld door de kinderen gemaakt. En dit drieluik, zeg maar, hoort op deze manier bij elkaar. Ja, dit is een kunstwerk dat heet De Fiets van de Toekomst. Dat is gemaakt door de spelelier onder leiding van kunstenaar Janne Pisters. En je kunt hier, nogmaals fietsen van de toekomst, je kunt hier al een fietsje ontdekken. Maar het is kunst, dus het hoeft niet allemaal precies te lijken op wat het is. Maar dat is de bedoeling dat kinderen hier hebben nagedacht over hoe een fiets van de toekomst eruit kan zien. Dit heet De Vreemde Vogels. Dat is gemaakt door de groepen 1, 2 en 3 van de Oversteeg in Liemt. En ja, kinderen hebben hier hun fantasie kunnen loslaten op het maken van allerlei soorten vogels. Er is ook niet één die op elkaar lijkt. Ze lijken niet op elkaar allemaal. Het zijn allemaal verschillende soorten en verschillende materialen. En zoals deze vogel hiervoor. Dat is misschien inderdaad best geïnspireerd op het koningsschieten van het Hilde. Dit is gemaakt door de Sint-Willebrandsschool in Es. En het heet Beleven van onze planeet. En om het een klein beetje uit te leggen, helemaal in het midden hangt de aarde. Dat kleine bolletje, dat noemen ze de aarde. Die grote dingen eromheen, dat zijn de wolken. Waarvan ik eerst dacht, die moeten nog uitgepakt worden. Maar dit is de wolk dus. En daaromheen hangen allerlei ruimtewezens. En dat is zeg maar de fantasie van kinderen. Hoe zij over onze planeet een beetje denken. Ja, en dat wat eronder staat, dat zijn gevallen, vreemde voorwerpen uit de ruimte. Ja, leuk gevonden. Ja, zeker leuk gevonden en ook heel kleurrijk. Hè? Ja, hier staan we voor een kunstwerk van de Peterschool uit Boxtel. Wat u links ziet, dat is een schilderij dat heet Plastic Soep. Dat appelleert natuurlijk aan alle plastic wat in de zee rondzwerft. Rechts ziet u een schilderij en dat heet Wereldhelden. Dat zijn de helden als het ware die de wereld kunnen gaan redden wellicht. En hiervoor is een, dat heet Blijven Spelen. Dat is gemaakt ook van afgedankte speelgoed. Dus het heeft heel veel te maken met de duurzaamheid en het recyclen van materialen. De tentoonstelling is in nauwe samenwerking tot stand gekomen met Cultuurbox. Die zijn er een jaar geleden mee begonnen. En we hebben toen tegen Cultuurbox gezegd van, nou, we stellen hier gewoon de ruimte ter beschikking van jullie. En zij hebben eigenlijk alles wel georganiseerd samen met die 13 scholen.
Ik ga haar naam noemen, Gerry Roger en Evie van Boksel hebben daar heel veel werk aan gehad. En wij hebben eigenlijk alleen maar gefaciliteerd om de zaak in te richten. Maar hulde aan Cultuurbox en aan Evie en aan Gerry om deze tentoonstelling mede tot stand te brengen. Ja, de expositie die begint op 20 april. Dat is eigenlijk vandaag dat deze opname gemaakt wordt. En het duurt tot en met 30 juni. We hebben geen officiële opening, want het zou dan te veel bezoek worden. En dat kan bij de muur allemaal niet in. Maar daarvoor in de plaats hebben we wel een rooster opgesteld. Dat alle groepen, en dat zijn er 28, van alle scholen die we meegewerkt, die komen om beurten per groep naar MUBO toe. Samen met hun leerkracht en ook samen met de kunstenaar die hen begeleid heeft. Om hier alles te bekijken. Want natuurlijk zijn de kinderen ook heel nieuwsgierig. Nou, niet alleen wat ze zelf gemaakt hebben. Maar natuurlijk ook wat andere kinderen hebben voor. Voortgebracht. En dan was er nog iets speciaals? Ja, er komt een Nederlands dichter. Die heet Rick ter Wind. En die komt op 28 april, dat is volgende week. En nog een keer op ergens in mei, waarvan ik de datum op dit moment niet meer weet. Maar die gaat rondlopen hier van 2 tot 4. En die gaat mensen proberen te zeggen, kies maar een mooi kunstwerk uit waarvan jij het mooiste vindt. En probeer je gedachten over het kunstwerk op papier te zetten. En dan gaan mensen samen, jong en oud, of alleen jong en alleen oud, samen met het dichter een gedicht maken. En dat gaan ze aan elkaar voorlezen. Nou, hartstikke leuk. En dat is het kader van zeg maar, de poëzie, die hier natuurlijk ook, even net buiten gezien, dat 14 meter gedicht staat hier al. Er staan in de ontvangstruimte een aantal lijsten met gedichten van kinderen die gemaakt zijn. Dus dichtkunst en poëzie zit ook in deze expositie. Vandaar die bijdrage van Rick ter Wind als Nederlands dichter. Geweldig. Ik hoop dat het een mooi succes wordt. Ja, ik hoop het ook, dat het veel bezoekers gaat trekken. En ik neem aan dat alle kinderen wel een keer komen bezoeken met een opa en oma en een mama en een papa. Dus we verwachten er veel van. Oké, dank u wel. Graag gedaan.